konden jullie weer kijken. Zoals jullie weten zijn we een oude tank aan het restaureren. Het is een type 69-2. En deze die komt dus uit Irak. Die heeft nu meegevochten in de Golfoorlog. Die is nog van Saddam Hussein geweest. Toen heeft hij rondgereden in de woestijn. Toen is hij buitgemaakt door de Engelsen. Die hebben hem meegenomen naar Engeland. En toen heeft hij meer dan 20 jaar buiten gestaan in de regen. Een hoop roest. Ja, heel veel bergen roest, zeg maar. Dat was er niet erg goed voor. Wij zijn hem aan het restaureren. Moet je maar eens even kijken. Allemaal brandstofleidingen. Die heb ik even uit het magazijn gehaald. Die hadden we daar liggen. Want we moeten dadelijk een aantal brandstoftanks terug erin gaan zetten eigenlijk. Maar dan moeten we ook een paar leidingen hebben. Dus het is even de vraag door welke dat het zijn. En of dat ze nog bruikbaar zijn. En als dat zo is, dan moeten we ze wel eventjes opnieuw opschilderen natuurlijk. Want dit ziet er niet zo best uit allemaal. Kleine vultankje zit hier. Water ingezeten om te kijken of dat ze lek waren. Dat zijn de onderdelen waar we op zaten te wachten. Dit is trouwens de kraan voor het brandstofsysteem. Je kunt hier kiezen uit de verschillende brandstoftanks. Ik had hem net hier, zeg maar deze grote zeskant, even losgedraaid met een sleutel een stuk. En nou, kijk hier. Niks meer aan doen. Behalve een beetje opschilderen misschien nog. Ja, perfect hè. Net echt. Te laat. Te laat jongen. Oh, wat erg nou. Oh. Ik heb een slangetje ingesmeerd met vaseline. Oh, dat heb je goed gedaan. Mooi man. Oké. Het is hier lekker knus hoor. Een haarbalk. Een lange haarbalk. Dan moet ik hem er alleen wel tussenuit financieren. Ja, maar dat is niet zo moeilijk. Als dat pelletje weg is, kan ik toch met een heftruc hier gewoon... Ja, beste kijkers, neem geen voorbeeld aan ons op dit moment. Het is natuurlijk helemaal niet een goed plan om te hijsen zonder goedgekeurde hijsmiddelen. Wat is er erger? Je rug breken door veel te zwaar dingen in te tillen of de heftruc opmaken. We gaan er gewoon niet onder staan. Ja, waarom gingen we deze er niet in tillen? Ja. Of die omhoog gaat. Ja. Mooi. Met het ding.
laten we hem erin schuiven. Oké. Okay. Ja, 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 dat is een hoek. Oh, dat is hem. Hebben ze. Laten we hem meteen doorpakken, hè. Zo, de laatste brandstoftank. Lijntje. Hij moet echt niet verder naar achter, hoor. Dit is het gewoon. Oké. Okay. Laatste brandstoftank op zijn plek, hè. Het ziet er wel echt wel weer netjes uit. Het is alleen jammer van die gele verf, hè. Dat is echt een ramp. En zal ik nog eens een grapje vertellen? Die kachel, hè, die daar staat, die hebben wij echt al maanden geleden in orde gemaakt. We hebben ook die leidingjes geheel geschilderd. En zelfs die verf is nog niet uitgehaard. Daar zitten gewoon nog steeds stukjes aan die gewoon nog steeds zacht zijn. Of het waardeloos. Echt waardeloze verf is dat. Dat ziet er nog helemaal zo slecht uit. Er lag een hoop roest in, maar het valt wel mee. Ja, dan moeten we ze hier maar een beetje fatsoeneren, want eruit halen, dat wordt hem niet, zeg maar, zonder de stekker kapot te maken. Plop. Ah, dat valt niks tegen. Er is al water in staan, hoor. We zijn alweer een paar stappen verder met het kapot maken van de componenten die aan de kabelboom hangen. De wartel was zeg maar een soort van los. Die brak gewoon in stukken uit elkaar op een gegeven moment. Zonder dat hij ook maar iets gedraaid had. Deze is nog goed. Ik denk een moertje eraan lassen. Uitboren. Dat wordt hem zo niet, dit. Ah, het gaat er helemaal naast, zie je dat? Het is net origineel zo. We zaten heel even te denken dat het misschien wel een omvormer was, maar dat is het niet. Het is gewoon de gelijkrichter voor de dynamo. Ja, dat was weer een boel leidingwerk en kabeltjes en gefreubel. Man, man, man. Hé, hey, maar ik ben ondertussen alweer verder gegaan met iets anders. Ja, dat ziet er alweer lekker mechanisch uit, hè. Maar,
Dat zien jullie volgende week. Of als jullie ons volgen op de werkplaatsvlog natuurlijk. Want daar posten we elke dag een video dat we aan het werk zijn. Dus en voor onze Engelse kijkers nog even een dingetje. Er wordt hard gewerkt aan ondertitels daar. Dus voor jullie is het ook te volgen. Hey mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende.